Die is voor Oeh, wat lekker. Zo lekker smaken, jongens. 1, 2, 3, 4 van het Heemstede. Het van een feest. Het Heemstede, wat hebben we nou? Wat haren? Ja, dat weet ik, maar ik heb blijkbaar een vierde route met drie ongelukken voor me. Maar dat was niet achter mij. Ik ben even uitgestapt. Dus ik ben zo'n gelukkig vrouw. En die was onderuit gereden. Dus ik ben uitgestapt. En, Je hebt wel een mond-op-mond baan, maar terug. Ik heb het enkel teruggebeld, dat kan niet. Oh shit. Ja, echt waar. Ik heb een kankel, dan moet ik alleen vandaag hebben. Staat er zeker niet voor je? Nou ja, die jongen gebroken been op de rest van niks aan eerst. Maar... Right. Ja. Nog een muziek, hè? Goedemorgen allemaal. Kan iedereen mij achterin ook horen? Als het goed is wel, hè? Heel goed. Sorry dat ik wat later was, maar ik vieren en gedoe en van buiten de stad komen. En ik heb ook een kleine burgerlijke taak gedaan, want dat was een ongelukje voor mij. En ik ben even gestopt en heb gekeken wat goed ging met die jongen. Ik had het niet gedaan, maar ik moet alles wel. En het ging goed, maar dat moet op een dag van baantje dan maar gebeuren, zou ik denken. Zal wel een toeval zijn, toch? Dat de politie 112 moest bellen. Voor een baantje hoeven we geen 112 te bellen, althans op top niet. Een aantal jaren geleden zaten we met onze productieclub bij elkaar en toen zeiden we, als we nou eens een voorstelling zouden willen maken die gebaseerd is op een televisieserie en waar heel veel mensen van houden, wat zou dat dan zijn? Een daarvan was Baantje, die stond bovenaan ons lijstje. En dan ga je bellen met die man daar, Bert de Reumer, die dat bovenaan zijn lijstje had staan, omdat hij ook met zijn vader daar al een keer een gesprek over had gehad. Als we dat nou eens naar het theater zouden kunnen brengen. Dat is zeg maar hoe ooit Baantje 1 is ontstaan. En dat was een heel groot succes, daar zijn we ontzettend trots op. Omdat we geprobeerd hebben om het DNA van wat Baantje is, gebaseerd op die boeken van Appie Baantje en de televisieserie, zoals die op RTL 4 is, een enorm succes is geweest. En al die jaren door heel veel Nederlanders, maar ook Belgen en mensen uit het buitenland, net uit Amerika terug. En dan zie je gewoon in KLM-vliegtuigen, heb je Dutch TV tegenwoordig op je scherm. En daar zitten gewoon heerlijk 4 afleveringen van Baantje op, waarvan ik er 1 nog nooit gezien had. Dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk, tot 116. Om dat succes wat we met Baantje 1 hebben gehad te gaan herhalen. En dan is het niet zo eng als dat. Want als je het avontuur bent aangegaan om een theatervoorstelling te maken, die door zoveel mensen is omarmd, en dan ga je een nieuwe versie van maken, een nummer 2 van maken, dan moet je altijd uitkijken dat het dus niet exact hetzelfde wordt als nummer 1. Maar dat je ook altijd probeert daar een aantal nieuwe elementen aan te voegen, want dat moet wel altijd als fris en nieuw en mooi voelen. Ik ben ontzettend trots op dat inspecteur de Kok bij ons is vandaag. Die gespeeld wordt door Peter Tuinman. Commissaris Buitendam. Hij heeft even thuis moeten vragen of hij alweer op tournee mocht. Want vorige keer heb ik hem er een beetje mee overvallen, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar hij heeft het zo ongelooflijk leuk gevonden volgens mij. Dat hij van thuis weer mocht en dat ik ontzettend trots ben dat je er weer bij bent, Peter. Niet alleen om te schrijven, maar ook om origineel te zijn om de ziel ook gedurende het tournee van Baantje te behouden. Peter Ruimer als commissaris Buitendam. Deze man hier is de nieuwe Fledder. En daar ben ik ontzettend blij mee. Wat ik net zei, we hebben er heel bewust voor gekozen om bij een nieuwe Baantje een nieuwe Fledder te casten. En Fledder is misschien wel, Peter Ruimer kan daar veel meer over vertellen voor de journalistiek, zijn een van de lastigste rollen die er in Baantje zit. Want hij is natuurlijk recalcitrant en hij is een beetje tegendraads, is verdomd eigenwijs, vindt van alles. Moet zich altijd dienstbaar opstellen aan die de Kok die het allemaal net er even beter weet. Ze zitten altijd maar aan te duwen en te trekken. En daar heb je een acteur nodig die dat met een jeugdigheid aan de ene kant, maar ook met dat recalcitrante en fantastisch acteertalent doet. Ik ben ontzettend blij dat je bij bent, Bo. De nieuwe Fledder, Bo Schneider. En dan heb ik hier een aantal andere mensen bij me. Die ik ook aan jullie ga voorstellen. Hij moet gewoon hier komen staan. Ja, natuurlijk. Ja. Mijn cameramensen. Ja. Waar moet ik maar mee hebben? Nou, kom erbij staan. We hebben natuurlijk een aantal verdachten. Want zo werkt dat bij Baantje. Een aantal mensen die het mogelijk gedaan zouden kunnen hebben. Sjaak zou het wel eens gedaan kunnen hebben. Ja, de wethouders.
Hielke van Sprundel. Dank je wel. Dank je wel. Yvonne zou het ook gedaan kunnen hebben. Gavi Milder gaat dat spelen. Of was het Ismaël die de dader is? Ruben Mitchell van der Dun. Wianda Bonner. Birianne speelt. Misschien heeft die wel vast de moord gepleegd. Of was het toch Mats die uiteindelijk in de gevangenis dient te belanden? Hajo de Kruij. En dan heb ik als het goed is het clubje gehad. Alle verdachten. Ja. Alle gehad. Ja. We gaan overigens ook met een heel team aan figuranten op pad. Dus dat betekent dat wij elke voorstelling los van de vaste cast met 8 figuranten niet alleen de theaterzaal en het toneel gaan bespelen, maar het gebouw. Dus dat betekent dat het verhaal zich gaat afspelen in een veel groter vlak dan alleen maar op de theatervloer. En we hebben een bijzondere gast bij ons vandaag. En daar ben ik ontzettend trots op. Ik zei het net tegen, ik ben ontzettend trots op dat je er bent. Want als je de televisieserie Baantje terughaalt, dan was er altijd een mevrouw de kok. Daar zeiden ze dan nooit bij met COCK. Maar dat was wel zo volgens mij ook gewoon. Nienke Sikkema is hier vandaag, de actrice die zo ontzettend mooi en liefdevol altijd die rol heeft gespeeld. Ze gaat niet mee op tournee, maar zit wel in de voorstelling. Hoe houden wij lekker even geheim? Dan moet je allemaal maar komen kijken. Maar ik ben wel ontzettend blij en heel erg trots dat je er bent en dat je je medewerking aan deze voorstelling wil geven. Want jij bent eigenlijk ook wel een beetje Baantje gewoon, in vol ornaat. Ik heb je altijd genoten van je, volgens mij allemaal. En ik vind het echt geweldig dat je mee doet. Dat meen ik echt. Ik ben ontzettend trots op. Geweldig dat je er bent. Groot applaus. Is Frank van Laken er aangelegd met deze ploeg en waar je staat? Dankjewel, Evan. Ja, je maakt me stil natuurlijk. Hè. Zoveel lof heb ik niet verdiend. Waar ik sta, het is heel eenvoudig. Dit is voor ons een zeer cruciale fase in het repetitieproces, dames en heren. Wij zitten in de laatste rechte lijn, zoals Erwin zei, naar de eerste try-out toe. En voor ons gaat nu eigenlijk stilaan de confrontatie met het publiek aanbreken. Het publiek dat in onze voorstelling zo'n ontzettend grote rol speelt, dat hebben wij ook al gemerkt met de eerste editie van Baantje. Want het is nog altijd raar voor een acteur om die denkbeeldige vierde wand te doorprikken en echt dialoog met de zaal aan te gaan. Maar het kan ook ontzettend fijn zijn. We hebben gemerkt bij de vorige voorstellingen dat net de dialoog met het publiek, het doorprikken van die vierde wand, dat eigenlijk een soort onwaarschijnlijk warm bad oplevert. Ik kijk er lang vanuit uit om met die fantastische mensen met wie ik 3-4 weken nu aan het samenwerken ben, zalige repetities, elke seconde van genoten. Ik hoop dat we nu klaar voor zijn om die stap verder te zetten. Ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat we klaar zijn om die stap verder te zetten. En ik kijk ontzettend uit naar de eerste confrontatie met het publiek. Prima. Heeft iedereen hier zijn foto? Ja. Ik zeg snijden. Ja, prima. Helemaal goed, dank u wel. Komt ie. Laatste zo. Top. Kijk, dit komt helemaal goed. Hallo.
Geweldig.